Kijk eens, voor het programma Trendstaal zit ik hier naast José in haar prachtige zaak De Bruidsparel in Wezep. De Bruidsparel, José, die is hier nog niet zo lang. Hoe lang zit je hier? Vanaf 11 juni zijn we hier gekomen, dus nog maar heel kort. Heel recent. Hoe kom je op het idee om een bruidswinkel in Wezep te beginnen? Nou, ik woon hier, dat is natuurlijk heel erg makkelijk, hè, want ik kan nu eindelijk op mijn fiets naar mijn werk. Ik heb altijd 14 jaar lang in een bruidsmodezaak in Elburg gewerkt en die ging stoppen. Dus toen zag ik mijn kans schoon om voor mezelf te beginnen. Ja, je hebt natuurlijk een prachtig pand. Ja. Heel mooi ingericht. De laatste trends op het gebied van bruidsjurken, is dat nog veranderd in de loop van de jaren? Of? Het verandert altijd. Je kunt echt pieken en dalen zien. Soms is het tijd is dit weer heel erg in en nu is op het moment zijn er weer andere trends weer in. En dat verandert ook zo weer. Dus er wordt nog wel volop getrouwd? Als het goed is, wordt er nog steeds volop getrouwd. Die heb je wel nodig. Ja. Ja. Wat voor soort mensen komen bij jou in de zaak? Ja, het is hier nog heel kort natuurlijk. Ja, maar... ja natuurlijk mensen die trouwplannen hebben. Ja. Dan is dat het belangrijkste. Ja. Ja, en ook mensen die gewoon het lekker in het huiselijke willen passen, denk ik. En het gewoon een goede sfeer willen hebben, goed geholpen willen worden. Ja. Dat is heel in vakkundigheid, dat kunnen wij bieden en dat is gewoon heel belangrijk. Ja, hoe lang zit jij zelf al in het vak? 14 jaar inderdaad. Ja. Ja, dus vakkundig genoeg. Genoeg inderdaad. Ja. En we kunnen ook alles zelf doen. We kunnen het vermaken en dat hebben we allemaal in ons eigen beheer. En dat is natuurlijk wel heel prettig dat een klant weet dat je iemand helpt, maar ook dat het laatste eind iemand kan helpen. Ja. Ja, dat de klant tevreden de deur uitgaat. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. En nou, jij zit hier op het bankje, maar het is heel leuk zo, maar ik wil toch ook wel even tussen snuffelen. Ja, dat mag. En mensen zeiden van, Nia, dan moet je ook een trouwjurk aantrekken. Dat kan ook nog. Maar het lijkt me, ik ben ja. Ja, dat gaan we ook straks even doen. Leuk. Ja, ja, jij bent er wel mee eens. Ik ben het er helemaal mee eens. Eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen, nou, ik kan beter niet doen, maar... Nou, ik zou het even wel doen. Hè? Laat jezelf maar even presenteren. Ik, de oudere bruid. Oh, die hebben we ook nog steeds. Ja. Ja, die blijft ook steeds. Ja, qua leeftijd zit er nog een beetje... Veel jong. Hier in deze omgeving wordt natuurlijk vrij jong getrouwd. En, maar ook bruiden van in de 20, achter in de 20, 30, zelfs 40. En er zijn ook mensen die natuurlijk in de 50 zijn en die ook gaan trouwen. Dat kan ook nog. Dus ik kan nog een paar jaar wachten? Je kunt nog steeds wachten. Ja, nou laat me zien. Wat, ja. Nou, laat even wat dingetjes zien. Kijk, we hebben zelfs wat korte japonnen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook altijd leuk. Dat is ook heel goed voor een tweede huwelijk. Hè? Kun je dat natuurlijk ook altijd... Maar wat op het moment heel erg in is, zijn japonnen met kant. Kijk, dat kun je hier ook zien. Ja. Dat het gewoon heel mooi is dat er een kanten lijfje is. Oh. En dan wordt er dan heel mooi bij gecombineerd. Een band die om de taille heen gaat. Ja. Dus en, dat is, en dan met een mooie iets een lagere rug aan de achterkant. Een mooi slanke japon. Maar wel met dat kanteffect. En dat is gewoon iets wat nu heel trendy is. Ja, maar heel mooi. Er zijn nog steeds mensen die zeggen van, ik kies meer voor... Meer het iets traditionele. En ik ga voor een gladdere japon. Maar wel met ophalen erin. En dan met een mooie band ook. En van organza. Blijft natuurlijk ook altijd iets wat zeer gewild is. We hebben natuurlijk ook nog de echte prinsessenjapon. Die zullen ook niet vergeten. Ja, die moeten we even zien. Echt een mooie japon met heel veel bling bling. Met een hele wijde rok eraan. Ach, en met een lijfje waar je u tegen zegt. Ja, dat kan natuurlijk ook met een mooie veter aan de achterkant in de rug. Dan krijg je een beetje het corset idee. Ja. Ja, dit is echt prinses. Dit is echt prinses, inderdaad. Ja. Kijk, een kleur kun je natuurlijk altijd aanpassen in de kleur die je zelf wil. De kleuren zijn wel iets minder, je merkt dat nu wel. Ja. Maar het zal nooit weggaan. Nee. Het zijn altijd mensen die zijn die toch liever met een kleur trouwen. Ja, dit is wel heel apart wat ik hier... Dit is ook iets met een kleurtje, inderdaad. Ja. Dat is met een lijfje weer eens een beetje... En dat is ook wel voor een plusmaat. Dus het is niet alleen gezegd dat mensen met een klein maatje een jurk kunnen passen. Maar ook mensen zeker met een maatje meer. Dat is ook heel belangrijk. Dus die kan ik straks aanpassen? Dat zou kunnen inderdaad. Je mag straks zelf in uitkiezen. Van de verademing. Kijk, en de achterkant is ook met een veter. Deze met een mooie lange sleper aan.
Ja, ja. Heb jij nou ook, hè, als de mensen binnenkomen, dat je denkt van, nou, ik denk dat die met die en die jurk de deur uitgaat? Ja, als een klant binnenkomt, kijk je natuurlijk al heel erg van hoe zijn ze gekleed? Hoe hebben ze het haar? Hoe is hun, hè, wat voor soort kleding hebben ze aan? En daaruit kun je al heel veel leiden van wat zou bij iemand staan. Ja. Dus soms kun je het ook helemaal mis hebben, maar soms kun je ook iemand leiden naar iets wat juist mooier is dan wat ze in gedachten hadden. Ja. Ja, als ze onzeker zijn, dan moet je ze een beetje figuurlijk bij de hand nemen. Ja, ja, er zijn mensen die gewoon iets bij de, hè, die denken van ik wil dit en dit. En dan staat het soms helemaal niet. Nee. Als je heel klein bent, is het natuurlijk niet verstandig om een jurk te nemen waarin je nog kleiner lijkt. Een procesjurk is dan denk ik niet... Nou, dat zal niet altijd gezegd zijn. Maar je moet wel iets zien dat je dan lengte creëert. Ja. En dat is gewoon belangrijk. Heel hoog hakken. Je moet zichzelf heel erg lekker. Ja, we hebben wat jurken gezien en nou sta ik hier voor de kast met... Accessoires, wat highlights, wat op het moment ook heel trendy is. Ik heb hier bijvoorbeeld een soort polsbandje. Ja. Dat draag je gewoon om je pols heen. Ja. En dat, ik heb het zelf voor beide polsen, maar je kunt ook zeggen, want ik wil het maar om één pols in plaats van een armband. Mooi afgewerkt met parelknoopjes. Dat is ook echt super chic met wat strasjes eraan. En handschoenen en zo, hè? Handschoenen zijn op het moment niet echt de highlights. Maar wat op het moment dan wel weer hebt, is een soort kantenhandschoentje. En dat, zonder vingers. Zonder vingers, inderdaad. En dat draag je eigenlijk, ik zal het even laten zien, want dat is iets makkelijker natuurlijk. Hoe je dat aan hebt. Het is een beetje stretchmateriaal. En dat draag je eigenlijk weer meer op deze manier. Dan zonder horloge natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk niet leuk op zo'n dag. Ja. Ja. Dat is ook heel erg mooi. En als je dan een mooie kanten Japon hebt, dan maak je het daar weer mee af. Ja. Ja. En voor het hoofd? Oh ja, je hebt schoenen. Schoenen ook nog inderdaad. Ja. Ja, dat is ook altijd heel belangrijk. Een schoen moet natuurlijk wel heel erg lekker zitten zo'n dag. Oh, ja, hè? Want op bladen lopen, dat is leuk. Maar niet op zo'n dag. Dus er zijn er ook in allerlei soorten en in maten en in allerlei hakhoogtes. Is er ook weer iets te vinden ik in schoenen? Gekeurde ja, schoenen. Ja, als stel je nou voor dat je de schoen hebt gekocht en de bruiloft is voorbij. En je denkt van, hé, wat doe ik met die schoenen? Dan kun je ze brengen. Neem je gewoon een kleurtje stof mee wat je zelf leuk vindt. Ja. Dit is toevallig knalroze. Ja. Dan laat je ze verven in een kleurtje en heb je nog altijd een mooi schoentje voor een feestje. Ideaal. En dan zijn ze weer herbruikbaar. Ja, leuk. Dat is altijd handig. Op het moment zijn de tiara's ook erg in. Dus dan kun je zeggen van, hey, ik doe dat even met een mooi pareltje erin. Ja. Of ik kies juist weer iets wat een beetje hoger opkomt. Met wat meer strasjes. Even laten zien hoe het werkt. Hè? De kapper kan het natuurlijk veel beter dan ik kan. Maar goed, het is een mooi beeld van om te zien. Het moet daar. Het oort op voor hier. Ja. Gaat meteen rechtop. Ze hadden met mij dus toen hier gedaan. Ja. Dus zijn helemaal... Op het moment zie je dat wel weer terugkomen. Er zijn wel weer bandjes die je voor het hoofd kunt dragen. Dus het is wel weer iets, een trend wat wel weer... Het komt allemaal nog, maar dat... It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Sluier. Er is een enkelaars en dat mooi met een kralenrandje langs. Ja. Maar je kunt ook kiezen dat je zegt... Kant. Kant is op het moment ook erg in. Ja. Een korte met een mooie kantenrandje. Maar je kunt ook zeggen van, oh, ik wil graag zo'n hele lange kanten. Ja, hij doet het. Dan doe je het gewoon echt eventjes zo met wat bling bling eraan. En die draag je echt bovenop je hoofd. Heerlijk. En zoals Maxima het een beetje had. Ja. Dat is ook prachtig. Ja. Een beetje Spaans effect krijg je dan. Dus dat is ook wat je met je haar kunt doen. Ja. We staan hier bij de wat kleinere jurkjes. Klopt. Dit is voor de? Voor de bruidsmeisjes eventueel. Daar kun je dat ook nog voor aanschaffen. Het is natuurlijk, ik heb er een paar hangen. Maar ze kunnen ook in andere maten, in groter en nog zelfs in kleiner zelfs ook nog. Dus als je bruidskindjes hebt, is het natuurlijk wel heel leuk om die ook zo'n mooi jurkje aan te doen. Oh, dit is natuurlijk de droom van ieder klein kindje, hè, om zo'n hele mooie jurk ook aan te hebben. Hè? Ja. Kinderen voelen zich daar dan ook echt super bij. Dus dat is natuurlijk geweldig. En ook al is het geen bruidsmeisje, is het ook natuurlijk echt een leuke feestjurk, hè, om het aan te hebben. Voor de commune. Commune, ja. Hier is het natuurlijk niet zoveel, maar dat zou ook voor de commune wordt het ook wel gebruikt, hè? Inderdaad. Ja. Ja. En ik zie ook weer wat anders. Ja, de kussentjes, die heb je natuurlijk ook. Hè? Want als je dan gaat trouwen, hoort er natuurlijk een trouwring bij. En die moet toch ergens op gepresenteerd worden. Ja, en dat is natuurlijk erg leuk om dat op een kussentje te leggen. Een beetje raasje met z'n doosje erop zitten. Ja, daarom. En dan kan het bruidskindje het mooi vasthouden. En dan kan die ringetjes kunnen hier mooi aangebonden worden. En dan blijft het mooi zitten. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for
Heel wat laten zien en we zijn klaar. Nou ja, ik dacht het nog niet, hè? We zouden nog iets gaan doen, toch? Ja. Ja. We zouden nog een mooie jurk hebben jou aan gaan trekken. Ik ga een trouwjurk. Ik heb nooit gedacht dat ik nog eens een trouwjurk aan zou. Ik vind bijna net als naar de tandarts gaan. Ja, dit is niet, dit doet geen pijn. Geen centje pijn. Nee, dat deed de tandarts ook niet, maar... wat als jij mij zo ziet? Ik bedoel, ik heb geen maatje 38. Ook geen 40. Meer zeg ik niet. Maar wat zou jij, als je mij zo binnen ziet komen, aanraden? Ja, toch wel iets wat mooi op jouw heupen afkleedt. Dat is wel heel belangrijk. Dat het mooi wat strakker hier zit en dan op de heupen wat wijder uitgaat. Liefst dat helemaal afkleedt. Ja, en we doen lekker strapless. Strapless? Strapless? Strapless. Oké, dat mag ook nog op mijn leeftijd. Dat mag op jouw leeftijd, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat gaan we allemaal eventjes doen. En daarbij hebben we natuurlijk ook even een torselet nodig om eronder te passen. Och, mijn gut. Want dat is natuurlijk ook om de boel in te snijden. En dat moet natuurlijk wel er allemaal even netjes uitzien. Maar dan kan ik wel ademen. Dan kun je nog steeds ademen. Och. Ja. Ja, wat er natuurlijk ook bij hoort is de ondermode. Dat heb je dan in verschillende soorten. En voor mensen met grote cups, mensen met kleine cups. Ja. Dus het is eigenlijk voor iedereen wat. Dus dat gaan we er ook straks even onder proberen. Met een paar schoenen en een hoepeltje. En een jurkje. Het moet wel compleet zijn. Zijn er bij, dus dan gaan we even een mooi armbandje omdoen. Is it the look in your eyes or is it this dancing juice? Who cares, baby? Ja, ik ben nog niet getrouwd, dus. Ja. En de kleur, hè? Dit is dat hele witte. Spierwit is er eigenlijk niet meer. Er zijn wel heel veel kleurnuances, zijn er dan. Ja. Hè? Je hebt het in het ivoor, in het donkere ivoor. En het wat lichter, dat het bijna net wit is. Maar echt spierwit, dat zie je niet meer. Je kunt er wel even achteruit hangen? Ik hang er wel 10 jaar achteruit. Dus ja, doe maar. Ja. Even to the point. Hij zit heerlijk. En ik had niet van hier gezegd van... je bent wat voller. En vaak op televisie zie je maat 36, 38. En dan wordt er van achter allemaal maar een beetje... Maar hij zit dus dicht. Hij past gewoon. Ja. Dus ook voor de vollere dames... Het past, het zit keuze. Prettig. Ja. Ja. En dit is niet de enige jurk in deze maat. Ik ga ze niet meer passen, want het is een beetje warm van. Maar ook veel vollere dames kunnen hier dus bij jou ook terecht. Ook terecht, ja. En voor elke leeftijdscategorie eigenlijk ook. Ja. Dus dat is ook heel prettig. Ja. Ja. We hebben nu heel wat gezien. Ja. Maar jullie hebben een speciale afsluiting, hè? Ja, als een klant geslaagd is, dan trakteren ze op een glaasje champagne. Dus dat gaan we bij deze dan ook maar eventjes doen. Ik ben geslaagd, dus proost. Proost. Op een leuke dag. Ja. I think I wanna marry you.